presentatie geven over hoe om te gaan met spreekangst. Misschien niet de beste persoon die op dit moment voor de klas staat. Want ik, ja, weet je, we kennen het allemaal. Helemaal zenuwachtig worden. Toen Maria zei presentaties, toen dacht ik al, oh nee, toen kwam het al. De trillende beetjes, de klamme handjes. Het is allemaal zoiets wat heel veel mensen al wel kennen. Helaas is het bij mij net even iets anders gegaan de afgelopen paar jaren. Want nou ja, jullie weten al wie ik ben Mandy. En vroeger, toen had ik nog veel meer last van spreekangst. Toen was het huilen, paniekaanvallen, een prop in de keel. Dus helemaal geen enkel woord meer uit kunnen krijgen. Daar ken ik nog wel veel meer mensen van. En voor mensen zoals mij en mensen zoals de rest van jullie die er ook last van heeft, heb ik een aantal tips. Als allereerste de voorbereiding. Dit heb je waarschijnlijk al wel 5000 keer gehoord, maar de voorbereiding is heel belangrijk. Ga dus niet, zoals ik per toeval bij Jesper zag, ga dus niet met een heel papier waar je hele presentatie op staat voor de klas staan. Want dan raak je in de war en wil je alles woord voor woord voorzeggen. Ga dus ook, zoals deze persoon, niet voorbereiden, maar zoals de groep hier. Ze zijn heel gezellig bezig, doe het desnoods in een groepje die je wat kan helpen. En zorg er dus voor dat je met goede steekwoorden, misschien eens een keer zo'n klein blaadje zoals ik er op dit moment heb voor liggen. Leg die voor je neer, als je het eventjes een keertje weer vergeet, kan je even terugkijken naar de steekwoorden. Als tweede, geen stress. Dus neem een stressballetje mee. Hele gezellige gast lijkt me. Hè? Maar ik heb zelf ook, je zag hem zo net waarschijnlijk mij al pakken. Ik heb zelf ook eentje die ik lekker in mijn hand kan houden als ik eens een keertje een beetje gestrest word. Even erin knijpen, eventjes helemaal weer tot rust komen en gewoon weer doorgaan. Altijd handig. Ten derde, ik beweeg niet heel veel op dit moment, maar blijf bewegen. Meestal wordt het een beetje gezien als je gaat wiebelen dat je een beetje, ja, een beetje nerveus bent, maar vaak helpt dat wel. Als je wat nerveus bent, kan je juist een beetje die zenuwen, weet je, gewoon uit je lichaam laten. Dus dat vind ik persoonlijk, vind ik dat heel fijn. En vaak als je wat loskomt in de presentatie, gebeurt dat automatisch. Dus, ook een goede tip om te onthouden. Hij staat er ook al, water. Ik vind het zelf heel fijn, op dit moment heb ik hem nog niet nodig gehad. Maar door de nervositeit krijg je vaak een beetje een soort van drogere keel en dan ga je vaak hoesten en stotteren en weet ik veel wat allemaal nog meer. Dus als het nodig is, neem een glaasje water mee, zet die bij je neer, hou die dicht bij je en als je eens een keer de drang voelt om een slokje water te nemen, vooral doen, ook als je nerveus bent, eventjes de attentie van de presentatie af, eventjes een slokje water, nervositeit weer weg en weer door. Als allerlaatste, dus het meest belangrijkste, know yourself. Je moet jezelf kennen. Want de tips die ik nou wel genoemd heb, ja, dan kan je wel denken van ja, daar heb ik toch helemaal niks aan. Ik weet al een beetje hoe dat moet. Deze tips, die gaan voornamelijk over mijzelf ook. En op de hoop dat jullie er ook wat aan zullen hebben. Maar als jij denkt, ja, ik vind eigenlijk het stampen en dat hele grote papier meenemen met alle tekst erop, vind ik wel hartstikke fijn. You do you. Voornamelijk doen. Als jij je daar zelf prettig bij voelt, als jij geen stressbal in je hand hebt, maar een pen of helemaal niks juist, moet je dat doen. Gewoon lekker jezelf blijven en lekker in je eigen comfortzone blijven. Misschien nog een beetje uitstappen. Maar voornamelijk daarin blijven. Want uiteindelijk, als jij met deze vier dingen nog steeds niet zo heel ver komt en nog steeds spreekangst blijft houden, ja, dan ken je jezelf nog niet helemaal. Dus dat is heel belangrijk. Dus voor mij persoonlijk, ik heb me een beetje oké voorbereid. Kan altijd beter. Het is een work in progress. Ik heb een stressballetje in mijn hand. Ik heb mijn flesje water hier. Af en toe beweeg ik eens een beetje. Komt het helemaal goed. Maar nou eens aan jullie. Kijk eens eventjes bij jezelf. Wat vind jij fijn? Wat is voor jou stressverminderend? En dan hopelijk kunnen we eindelijk verder naar mensen die gewoon lekker voor zo'n grote groep kunnen staan. Zonder die trillende handje, of trillende benen, klamme handjes. Want het is niet altijd zo erg als dat het lijkt. Ik hoop dat iedereen er wat aan gehad heeft. Wat ik zo net allemaal heb gezegd. En dan vraag ik me af of iedereen het ook goed binnen heeft gekregen.
Zijn er verder nog vragen? Ja? Nou, je vertelde over dat je vroeger heel veel moeite mee had met paniekaanvallen en dergelijke. Hoe heb je hoe ben je dan op dit punt gekomen? Want ik vond hier dat je er wel echt sterk bij stond. Allemaal dingen. En ik heb ook persoonlijk heel veel training gehad buitenschool om. En ook om mezelf gewoon een beetje te leren kennen, wat ik ook al zei. Ik heb heel erg naar mezelf gekeken. Ik dacht, weet je wat? Ik moet niet zo stressen voor zo'n ding. Want ik zat al überhaupt te trillen uit mijn stoel, zeg maar, voordat mijn presentatie begon. En dat was voor mij heel erg een groot blok waar ik overheen moest stappen voordat ik verder kon. Dus nou ja, dat heeft ook heel veel jaren gekost. Ja, dus veel tijd heb je daarop geïnvesteerd. Ja. En je hebt ook training gehad, ook bij de school op. Maar dan nog vind ik best inderdaad een groot verschil met iemand. Want jouw stem heeft inmiddels best wel de... Ja, je spreekt met een stukje ervaring en ook wel een stukje autoriteit. Dus je hebt best wel een slag gemaakt. Ja, klopt. Maar als ik, ja, dat begon natuurlijk al bij groep 7. En als ik nou kijk, dan ben ik 8, 9 jaar verder zoiets. Ja. Dus daar zit ook een goede tijd overheen. En heb je ook regelmatig gepresenteerd? Niet zo heel zeer. Dus het was niet een kwestie van veel vaker doen en daardoor wat meer de rust pakken? Nee, het was voor mij heel, heel erg van ik moet naar mezelf gaan kijken wat ik doe en kijken hoe ik het doe. Ja. En kijken hoe ik daar mezelf op kan verbeteren en minder stress kan hebben. Ja. Dus het kennen van jezelf was voor jou de sleutel tot... Ja. Alright. Nog meer vragen? Ja. Als je nu terugkijkt op deze presentatie en vorige presentaties, vind je dan dat je zelf heel erg vooruit bent gegaan? Zeker, zeker. Ik merk wel dat, nou ja, ook toen we de laptop presenteren waren, ik merkte ineens, vergeleken met 2 jaar geleden bijvoorbeeld, met mijn PWS-presentatie, dat er zoveel stress van mij afgleed, dat ik dacht van, oké, dat kan ik, de helft van deze mensen ken ik ongeveer wel een beetje, dan voel je je een heel stuk comfortabeler. En ook nu, ik denk, klein groepje, niet al te veel mensen, dan voel je je al wat makkelijker, wat meer op je gemak. Okay. Verder nog mensen? Ja. Dankjewel voor jullie aandacht.